Het druppelt allemaal een beetje binnen, maar ik stel toch voor om te beginnen. Het is 9:30 en de vorige keer hebben we gemerkt dat we een uur hard nodig hebben. Dus welkom allemaal en welkom bij dit webinar over waterkwantiteit en waterbeheer. De tweede in een reeks van 4 webinars over de haalbaarheidsstudies van de STOA in het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. Mijn naam is Poeyme Sjan. Ik ben programmamanager namens de STOA voor het NOBV. Maar daar gaat het vandaag eigenlijk niet zo heel veel over. Het gaat met name over de haalbaarheidsstudies die we in het kader daarvan hebben uitgevoerd. Nou, wat ik net al zei, maar voor de mensen die net binnen zijn gekomen, deze sessie wordt opgenomen en wordt dan op de website geplaatst, nobveenweiden.nl of stoa.nl. We zullen de sites ook nog even delen zometeen. En mochten er deelnemers zijn die daar voor nu bezwaar tegen hebben, dan het vriendelijke verzoek om te kiezen om achteraf terug te kijken. En de opname wordt ook gedeeld door de mensen die aanwezig zijn, die zich hebben aangemeld. En uiteraard ook wederom weer via de website. Het vriendelijke verzoek om uw microfoon uit te zetten en de vragen via de chat te stellen. Voor zover mogelijk zullen we die live beantwoorden. En de ervaring leert ondertussen dat in de chat ook altijd veelvuldig beantwoord wordt. Antwoorden worden gegeven, dus voelt u zich ook vooral vrij om te reageren op de vragen of de opmerkingen van anderen. En als we er dan niet aan toekomen om of in de chat of live te behandelen, dan zullen we ze met de terugkoppeling schriftelijk beantwoorden. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen. Voordat we echt op de inhoud ingaan, wil ik jullie iets vertellen over het NOBV heel kort en over de haalbaarheidsstudies. Het is goed om te vertellen dat in het klimaatakkoord de afspraak is gemaakt voor de Veenweide voor een reductie van de broeikasgasemissie van 1,0 megaton aan CO2-equivalenten in 2030. Nou, dat kan gezien de Europese ontwikkelingen misschien nog wat toenemen, maar minder wordt het in elk geval niet. En in het kader van het, maar omdat het nog niet helemaal scherp is welke maatregelen nou het meest effectief zijn of hoeveel ze bijdragen aan die beoogde reductie, is er binnen het klimaatprogramma Veenweide ook een onderzoeksprogramma, het NOBV. Nou, binnen het NOBV onderzoeken wij 3 type maatregelen. En de eerste zijn de waterinfiltratiesystemen, bij de meeste van ons ook wel bekend als onderwater drainage of drukdrainage. Maar je kunt ook denken aan het slootpeil omhoog of zonder drainage of met drainage in combinatie met. Of zaken als greppelinfiltratie of bevloeiing. Er zijn allerlei zaken die gericht zijn om de grondwaterstand omhoog te brengen. Nou, die worden onderzocht en binnen het NOBV kijken we daar vooral naar. Het begrijpen van de bodemproces of het mechanistisch begrip ten behoeve van de uitstoot of de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast kijken we ook naar de maatregelen natte teelten. Daar kijken we vooral naar, hier zijn een aantal voorbeelden. En nat is een relatief, hè, want nat is eigenlijk alles bij een hoge grondwaterstand tot echt op maaiveld. Op dit moment onderzoeken we een aantal teelten en eigenlijk alles wat daar wat een beetje serieuze pilot wordt, proberen we ook verder te onderzoeken op de bijdrage aan de reductie van broeikasgassen. Maar daarnaast ook een aantal andere aspecten uiteraard. En een derde groep van maatregelen, die noemen we zogenaamde bodemmaatregelen, bodemaanpassingen. Nou, de meest bekende op dit moment, of de meest kansrijke op dit moment, lijkt het inbrengen van klei in het veen. In een labomgeving al wat verder uitgezocht en wat interessante resultaten als het gaat om de reductie van broeikasgasemissie. En op dit moment ook in het veld een aantal proeven om ook te kijken van, nou ja, hoe kun je het, krijg je het goed ingebracht? Wat voor type klei, waar haal je het vandaan en dat soort zaken. Maar ook dat is een van de maatregelen die binnen het NOBV onderzocht wordt. Om te kijken wat de bijdrage daarvan is aan de reductie van broeikasgasemissies. Nou, eigenlijk hebben we binnen het NOBV het afgelopen jaar een klein uitstapje gemaakt. Naar iets anders dan broeikasgasemissies. Omdat de haalbaarheid van maatregelen niet alleen bepaald wordt door emissiereductie. Maar juist ook allerlei aspecten als bedrijfsvoering, maatschappelijke betaalbaarheid, waterkwantiteit, waterbeheer, de biodiversiteit, bodemwaterkwaliteit, governance, de mate waarin kennis aanwezig is bij mensen. Dus al die aspecten hebben wij ook onderzocht of eigenlijk vooral geïnventariseerd. En we hebben dus vanuit deze perspectieven de haalbaarheid van maatregelen
geïnventariseerd. Deze inventarisatie is nog niet zo dat we kant-en-klaar een beslismodel hebben van nou, als je hier aan voldoet, hè, dan werkt die maatregel. Of dan is die maatregel haalbaar. Nee, het is nog een stap daarvoor eigenlijk. Deze inventarisaties laten vooral zien welke factoren relevant zijn voor die haalbaarheid binnen het onderwerp. Dus vandaag dus binnen waterkwantiteit en waterbeheer. Welke kennis daarover al beschikbaar is. We merken toch vaak dat er heel veel kennis in hoofden of in rapporten is beland. Maar nog niet breed verspreid is. En welke vragen dus eigenlijk nog onbeantwoord zijn. Maar die wel nodig zijn om een goede afweging te kunnen maken voor maatregelen. Daarbij hebben we dus niet alle vragen beantwoord, maar wel naar enige mate van ordening aangebracht aan de urgente vragen, onderzoeksvragen, en die op korte termijn opgepakt zouden moeten worden, maar vooral ook een heel helder overzicht van welke kennis er ook al is. Nou, dit webinar vandaag gaat specifiek over waterkwantiteit en waterbeheer. En de inventarisatie is gemaakt door Acacia Water, door Frauke Hoogland en haar collega's. Maar een belangrijk onderwerp, een belangrijke studie die in deze inventarisatie ook aan bod is gekomen, is een studie van Deltares naar de effecten van onderwaterdrainage op de watervraag. Nou, velen van jullie zullen die kennen, of in elk geval de percentages die in deze studie gebruikt worden vaak ook misschien wel toepassen in hun eigen omgeving. Nou, we hebben Joachim Rozenmeijer, onderzoeker bodem- en grondwaterkwaliteit bij Deltares, gevraagd of hij deze studie ook wat nader kan toelichten. De volgorde is als volgt. Allereerst zal Frauke eerst het woord nemen en daarna zal Joachim in zijn presentatie ingaan over het onderzoek van Deltares. En uiteraard proberen we ook zoveel mogelijk tijd te reserveren om het vragen te kunnen beantwoorden vanuit jullie. Tot zover mijn introductie. Dan ga ik heel even spieken in de chat of er vragen zijn. Tot nu toe niet. Maak daar vooral gebruik van, hè, want daar kunnen wij. We zitten met meerdere mensen vanuit het STOA-team, maar ook vanuit de onderzoekers van het Nationaal Onderzoek Broeikasgas uit Veenweide. En vanuit, ik zag ook diverse mensen van verschillende haalbaarheidsstudies ook in de virtuele zaal zitten. Dus voel je vooral vrij om de chat te benutten. Dan wil ik graag het woord geven aan Frauke Hoogland van Acacia Water. Frauke? Ja, ik dacht eigenlijk dat Joachim zou beginnen met zijn. Oh, sorry. Excuses. Volgens Joachim? Dat we van grote schaal naar kleine schaal. Ja, dat klopt. Ik realiseer me dat ik het verkeerd heb aangekondigd. Ja, geen probleem. Dan, ik was ook verrast. Maar flexibel. Dus, het is, ik moet nog een beetje wakker worden na zo'n lang weekend. Maar je hebt helemaal gelijk. Sorry, Frauke en Joachim. En Joachim begint met zijn verhaal, omdat we van grof naar fijn, van een iets grotere schaal naar een iets naar het perceelsniveau gaan. Dus ik geef Joachim Rozenmeijer eerst het woord. Ja, dankjewel Pime. Ik was al even weer achterover gaan leunen, maar kom ik nog in actie. Sowieso even schakelen natuurlijk na een iets wat regenachtig weekend, lang weekend. Ik stond in het Friese Veenweidegebied op een camping, maar ik moest mijn weg een beetje vinden tussen de plassen daar. En nu gaan we het weer over droogte hebben en het voorkomen van bodemdaling. Ik hoop dat jullie mijn presentatie nu kunnen zien, anders moet Prime maar eventjes ingrijpen. Hij is goed te zien, Joachim. Hij is goed te zien, heel fijn. Nou, ik moet je ook even corrigeren, Prime. Dit was niet alleen een Deltares-studie. Het was een studie gezamenlijk van Deltares met Wageningen Universiteit, dus, Wageningen Environmental Research. Ab Veldhuizen en Jan van der Akker zijn daarbij betrokken geweest. En nou, mijn collega's Huiten Bootsma, Janneke Pauwels en Timo Kroon. Inderdaad, we hebben wat verkennende berekeningen gedaan naar de effecten van onderwaterdrainage op de regionale watervraag in de opdracht van de West-Nederlandse waterschappen en provincies. We zien onderwaterdrainage als een mogelijkheid om het uitzakken van grondwaterstanden tegen te gaan. En daarmee ook bodemdaling te voorkomen. Joachim, je weet dat je nu je mail aan het delen bent? Mail? Nee, dat
Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Er veranderde ook even van alles op mijn scherm. Eens even kijken. Gaat het nu weer goed? Ja, dankjewel. Oké, het doel van onze studie was om te kijken dus naar wat voor effecten onderwaterdrainage heeft op de watervraag. Dat was altijd wel een zorgpunt. Gaat het niet door alle extra verdamping en wegzijging voor heel veel extra watervraag zorgen? En we hebben ook gekeken naar varianten met toekomstig klimaat. Scenario wat minder extreem, gemiddeld laag, GL en WH, wat extremer is. En daarnaast hebben we gekeken naar het effect van dynamisch pijlbeheer. Of je daar misschien een deel van die extra watervraag mee kan compenseren. Het is allemaal gerapporteerd in het rapportje waarvan hier de KAF staat. Dat is op internet ook wel te vinden. Dus voor de details verwijs ik graag naar dat rapport. Ik ga in deze presentatie binnen 15 minuten proberen om uit te leggen wat daar, om samen te vatten wat daarin staat. In deze volgorde eerst eventjes terugkijken naar een aantal pilots die toch de basis vormen voor onze kennis en ook voor opschaling van effecten naar het schaalniveau van West-Nederland. Daarna hoe we die kennis hebben proberen te implementeren in het landelijk hydrologisch model. En dan resultaten en kort nog conclusies en aanbevelingen. Er was natuurlijk behoorlijk veel onderzoek gedaan, vooral op bedrijfs- of perceelschaal. Voornamelijk door Jan van Akker en collega's. Ik moet hier wel meteen bij zeggen dat we hebben deze studie gedurende 2018 uitgevoerd. Het was natuurlijk 2018 en ook de jaren daarna waren ook ideale jaren geweest om eens te kijken naar hoe goed die onderwaterdrainage nou eigenlijk werkt in tijden van droogte. Dat soort metergegevens waren op dat moment niet voor ons beschikbaar. Dus we hebben gekeken naar wat we die periode daarvoor aan metingen hadden vanuit deze pilots. Dit is een beetje een samenvattende tabel die we uit die metingen hebben gedestilleerd. Ik ga het niet allemaal na, maar door de oogharen heen kwamen we erop uit dat gemiddeld de toepassingen voor zo'n 5 tot 10 centimeter hoge grondwaterstanden in de zomer zorgen. Wel dat er behoorlijke verschillen waren tussen verschillende pilots. Er waren wat pilots waar om verschillende oorzaken het wat minder goed lukte om water te infiltreren via de drains. Soms was dat door te veel bagger of te veel sediment wat voor verstopping zorgde. Maar soms ook door gewoon de aanleg van de drains. Bijvoorbeeld te lange drains of te ver uit elkaar. En wat ook wel een onzekerheid was, misschien nog steeds wel een beetje is. Is dat de meeste pilots maar 2 of 3 jaar zijn geweest. Dus een jaar zonder aanleg en dan vervolgens een jaar metingen van de situatie met die onderwater drains. Dus echt inzicht over effecten op lange termijn. Blijven die drains goed infiltreren? Hoe doet het met verschillende weerjaren? Meer droge jaren, meer natte jaren. Dat was er niet echt uit te halen. Maar we hebben gewerkt met die gemiddeld 5 tot 10 centimeter hogere GLG. Om vervolgens te kijken, hoe kunnen we dit dan, de effecten daarvan op het grote schaalniveau van het landelijk hydrologisch model implementeren. Het landelijk hydrologisch model, ik denk voor veel een term die jullie wel eerder hebben gehoord. Het is eigenlijk een combinatie van een onverzadigde zone model, meterswap en een grondwatermodel, wat met cellen rekent van 250 bij 250 meter. Het regionale opvlaktaatsysteem zit erin op het schaalniveau van de local surface waters. Dus dat zijn er iets van 6500 over heel Nederland. En dan het nationale waterverdeling zit er ook in, maar dat is nog een groter schaalniveau.
De veranderingen die we nu hebben gedaan is dus vooral in het grondwater, een modflow deel. En we hebben daar eigenlijk een extra ontwateringsmiddel ingebouwd. Dus de sloten zitten daar al in de zogenaamde river package in modflow. Dat zijn cellen waarin water zowel aangevoerd kan worden als kan verdwijnen uit het model. Dus de sloten zijn al op die manier gemodelleerd met winterpijlen en zomerpijlen erin. Nu hebben we eigenlijk een extra river deel aangemaakt die de drains dan representeren. En die liggen dan op hun eigen diepte, dus 20 centimeter onder het oppervlaktewaterpeil. En hebben ook een eigen weerstand voor infiltratie en drainage. En we hebben dus eigenlijk het pijl meegegeven dat het oppervlaktewaterpijl al heeft. Dus in principe werkt dat pijl door direct naar de drains ook. Behalve dan dat er wel die infiltratie- en drainageweerstand tussen zit. Nou, ik heb die grootte van die modelcellen, 250 bij 250 meter, voor het beeld even over het Veenweide Innovatiecentrum heen gelegd. Dat maakt meteen duidelijk dat je met deze modellering niet al die veranderingen in de perceelsontwatering goed kan meenemen natuurlijk. Dus het gaat echt om een vertaling naar het grotere schaalniveau. Vrouwtje gaat straks in de volgende presentatie nog wat meer in op de veranderingen in de perceelshydrologie. Hier gaat het om de opschaling van de effecten. Volgende stap is dat we hebben gekeken welke gebieden in West-Nederland zou je dan die onderwaterdrains kunnen implementeren. Dus we hebben een aantal criteria daarvoor opgesteld. Sommige valt over te discussiëren of misschien kan je met maatwerk nog wel in meer gebieden onderwaterdrainage toepassen. Maar hier zijn we voor het hele gebied van uitgegaan. Dus agrarisch landgebruik zijn, veen met minimaal 120 centimeter dikte, niet te veel kwel en minimaal 40 centimeter drooglegging. En binnen het gebied wat overblijft, dat zie je hier in het kaartje, hebben we wel voor 100% onderwaterdrains neergelegd. Oké, dan hebben we dit hele rijtje aan scenario's doorgerekend. Het lijkt heel wat zo, maar eigenlijk hebben we alleen gevarieerd met wel of niet onderwaterdrainage. Met het gewone pijlbeheer, wat hogere zomerpijlen zoals nu is, of met dynamisch pijlbeheer. Daar kom ik straks nog even op terug, hoe dat geïmplementeerd is. En met drie varianten van klimaat. Om er toch nog één stapje toe te voegen. We hebben scenario 4 hebben we toch voor gekozen in het laatste stadium eigenlijk om dat op te spitsen. Er is een scenario 4 actueel noemen we hem. Daarbij gaan we uit van die 5 tot 10 centimeter hogere GLG, zoals uit de pilots naar voren komen. Maar we zien ook wel dat voor het echte tegengaan van bodemdaling je eigenlijk wat meer zou willen. En dat het ook wel mogelijk lijkt te zijn met verbeterde aanleg, met drukdrainage. Dus we hebben ook een scenario 4 verbeterde onderwaterdrainage bedacht. Waar de grondwaterstanden, de GLG's, 30 tot 40 centimeter omhoog gaan. En dus waar we met lagere infiltratie- en drainageweerstanden rekenen. Oké, qua resultaten. Je kan natuurlijk een hoop weergeven van de resultaten. En er staan ook behoorlijk wat kaarten en tabellen in het rapport. En dan nog hoor, we hebben bijvoorbeeld, ik kan ook naar veranderingen in verdamping of veranderingen van hoeveelheid infiltratie kijken. Dat is allemaal digitaal wel opgeleverd, maar niet in het rapport beland. Om het ook een beetje behapbaar en beknopt te houden. En in de presentatie laat ik eigenlijk alleen het resultaat zien van de procentuele verandering van de watervraag. Dus dit is de watervraag van gewoon het huidige situatie. En dit is dan ten opzichte van inclusief onderwaterdrainage, dus de extra watervraag met onderwaterdrainage, kom je gemiddeld uit op zo'n extra watervraag van 8%. Maar je ziet ook wel dat er
af en toe behoorlijke uitschieters zijn, tot boven de 20% extra watervraag. Vooral in gebieden waar je veel van het water dat je infiltreert weer verliest met infiltratie. Naar dieper gelegen, naast gelegen polders. Volgende kaart geeft dan dat scenario met verbeterde onderwaterdrainage. Dus we gaan hier uit van een groter effect op de grondwaterstanden. Waardoor je natuurlijk ook meer water infiltreert, meer watervraag hebt. Het kaartje ziet er qua kleuren ongeveer hetzelfde uit, maar de legenda is nogal veranderd. En gemiddeld komen we hieruit op 36% extra watervraag. En ook hier weer grote spreiding per gebied, met sommige gebieden waar je boven de 80% extra watervraag zit. Okay, ik zoom even in op wat resultaten eigenlijk voor één gebiedje, de Krimp en de Waard. En voor het droge jaar 2003, om wat beter ook in de tijd te zien wat de effecten zijn. De gemodelleerde effecten. Je ziet hier de periode met in het midden de zomer van 2003. De referentiescenario, eigenlijk het allerlaagste lijntje wat het diepste uitzakt qua grondwaterstanden in de zomer. En dan het onderwaterdrainage actueel, met inderdaad ongeveer 10 centimeter hogere grondwaterstanden in de zomer. En dan het onderwaterdrainage verbeterd, waarbij eigenlijk de grondwaterstanden behoorlijk in de buurt blijven van het oppervlaktewaterpeil. De volgende grafiek laat ook weer dat referentiescenario zien, helemaal de onderste. Het onderwaterdrainage actueel met 14 centimeter hogere laagste grondwaterstanden. Met daarbij ook nog de klimaatscenario's, waarbij je eigenlijk ziet dat beide klimaatscenario's voor die grondwaterstanden niet zo heel veel verschil maken. Het is iets anders qua watervraag. Terug in de volgende slides. Dit is dan hoe de watervraag zich zo ontwikkelt tijdens die droge zomer. Dus je ziet op het maximum van de droogte in 2003 ongeveer 8% extra watervraag in het scenario van OWD onderwaterdrainage actueel. En bij de verbeterde onderwaterdrainage ongeveer 32% extra watervraag. Tijdens dus de piekmomenten van de droogte. Hier is weer ook die twee klimaatscenario's meegenomen. Maar je ziet dat GL-scenario dat weinig verschilt ten opzichte van de referentie. Het warm-hoogscenario WH. Er zit wel iets hoger qua watervraag, zo'n 2%. Maar goed, die verschillen zijn relatief klein ten opzichte van het effect van wel of niet onderwaterdrainage. Goed, ligt er nog die vraag met betrekking tot dynamisch pijlbeheer? Was eigenlijk niet echt een heel makkelijke, maar goed. De achterliggende gedachte is dat je een deel van die extra watervraag door onderwaterdrainage kan compenseren met dynamisch pijlbeheer, dus eigenlijk het anticiperen op droogte in dit geval. Toen we daar wat meer in gingen duiken, bleek wel dat de definities die men hanteert voor dynamisch pijlbeheer nogal verschillen. En eigenlijk de definitie die we in de factsheet van STOA tegenkwamen, dat was meer gericht op het eigenlijk steeds optimaliseren van de grondwaterstand voor het agrarisch landgebruik. Wat juist voor meer waterinlaat eigenlijk zorgde en ook meer waterafvoer. Daarbij ga ik steeds pompen in de richting van je optimale grondwaterstand. Dus wij hebben eigenlijk samen met de gebruikersgroep nagedacht over onze eigen variant van dynamisch pijlbeheer, waarbij je eigenlijk de pijlen alvast wat gaat opzetten in anticipatie op een droge periode, op watertekort. En dat wordt dan eigenlijk ook een beetje een spelletje tussen proberen wat extra berging in je systeem te realiseren, maar tegelijkertijd zorgen dat je geen wateroverlast krijgt. Oké,
Het mooie van die onderwaterdrains in dit geval is wel dat oppervlaktewater en grondwater natuurlijk sneller op elkaar reageren. Dus extra berging in het oppervlaktewater zorgt ook sneller voor extra berging in het grondwatersysteem. En andersom, als je het water onverhoopt weer snel mogelijk weg wil hebben, dan zakt ook het grondwaterpeil sneller mee met het oppervlaktewaterpeil. Oké, okay, hoe het ging? Joachim, zou jij een tempo iets kunnen opvoeren of weer afronden? Ja. Oké, okay. Gaan we even snel hebben. Dus eigenlijk ja, moment gekozen om het pijl dan 10 centimeter extra op te zetten. Als de afvoer onder de 1500 kuub kwam van de Rijn. En als er dan weer nat weer in de voorspelling was, dan zetten we het weer naar beneden. Dus dat kwam eigenlijk niet zo heel vaak voor. Maar ja, zo eens in de 4 jaar en natuurlijk tijdens 2003. En we hebben gekeken van als je dan op dat moment dat je die extra berging hebt, de waterinlaat stopt. Hoeveel dagen winst heb je dan? Hè? Dus in hoeveel dagen hoef je geen water meer in te laten, zodat je ook andere watervragers van water kan voorzien. Dus dan gaat dat pijl langzaam weer uitzakken. Tot het zomerpeil en dan moet je dat weer gaan handhaven. Dus het aantal dagen dat je even voor die gebieden geen water nodig hebt. En dan komt dit beeld eruit. Dat varieert een beetje van een week tot 2 weken. Kwel infiltratiesituatie maakt er nogal uit. Kwelgebieden houden 2 weken vol. Infiltratiegebieden korter, een week. Nou ben ik nu alweer bij mijn conclusies, Pimee. Dat was toch wel... Dankjewel. Viel mee, denk ik. Maar goed. Ja, ongeveer, zoals nu uit de pijlers blijkt, ongeveer 8% meer watervraag met wel uitschieters tot boven de 20%. Gaan we naar een verbeterde vorm toe met meer infiltraties, zitten we rond de 36% met uitschieters naar 80%. Effect van klimaat is klein en compensatie van de watervraag met dynamische pijlbeheer, wij schatten dat als beperkt in, omdat 2003 natuurlijk nog nog 2 maanden zo'n beetje aanhield. Dus dan is die week doet niet zoveel, maar goed, voor kortere droogtes is het natuurlijk wel relevant. Het is allemaal indicatief. Het is een behoorlijke stap qua schaalniveau van de pilots naar het model en we hebben allerlei keuzes en aannames gedaan waar je ook andere keuzes kan maken. Staat allemaal ook uitgebreid in het rapport. Heel kort aanbevelingen. Ik denk dat het wel aardig zou zijn om nog eens beter te kijken naar de afgelopen jaren. Omdat het de afgelopen jaren zijn ding heeft moeten doen, die onderwaterdrains. In de verschillende pilots. Langjarige meetreeks, niet alleen van grondwaterstanden, maar ook van fluxen. Zouden heel nuttig zijn ook voor dit soort modellen. Ik denk dat we best wel een grote stap hebben gemaakt in schaalniveau, wat ik net al zei. Dus ik denk dat een tussenniveau, dus modellering op gebiedsschaal, ook nuttig zou zijn. En persoonlijke nood, drains zijn altijd wel een soort van directe verbinding van het midden van een agrarisch perceel met de sloot. Ook voor nutriënten en andere stoffen. Dus ik ben wel benieuwd naar de effecten voor waterkwaliteit. Ook al met minder bodemdaling, minder veenafbraak, zo heb je wel ook al een positief effect. Ik ben benieuwd hoe dat samenkomt met andere effecten. Dit was mijn laatste slide. Dankjewel Joachim. En wat fijn dat je meteen reclame maakt voor onze volgende webinar over de effecten van maatregelen in het veenweidegebied op waterkwaliteit. Ik meen 2 juni zo uit mijn hoofd, maar daar zal ik zo op het eind nog even op terugkomen. Ik zie dat de collega's van Waternet druk aan het chatten zijn en allemaal vragen hebben. Ik wil ze heel even parkeren, omdat ik denk dat Frauke een aantal van die vragen al zal beantwoorden in haar presentatie. Dat weet ik al bijna zeker. Daarnaast wil ik Joachim vragen of hij zo nog even naar de chat wil krijgen. Want sommige vragen zijn specifiek ook over de andere recentere Deltares-studie. Waar we in de voorbespreking ook even over gehad hebben. Misschien dat je daar in de chat ook nog iets over zou kunnen zeggen. Dus dat zou fijn zijn. Maar ik stel voor dat we eerst even naar Frauke gaan en dat we daarna even een aantal vragen oppakken. Dankjewel Joachim en aan jou het woord Frauke. Ja, dankjewel. Ik ga even mijn presentatie delen. Zien jullie mijn presentatiescherm? Jazeker. Okay. Zoals Pimee vertelde, hebben we in de haalbaarheidsstudie gekeken naar de factoren op het gebied van extra watervraag en het waterbeheer.
die bepalen of maatregelen haalbaar zijn bij uitrol. En dan is bij de watervraag, dan gaat het vooral om de maatregelen van vernatting en bijvoorbeeld overstap op natte tilten en aanpassing in het peilbeheer. Dus daar op focussen. En in deze presentatie wil ik dan eerst beginnen met de factoren die de watervraag bepalen. En dan wat korter ingaan op de factoren bij het waterbeheer. Als het gaat om de watervraag, dan bleek uit een inventarisatie van de rapporten en de pilots en interviews met experts, dat er eigenlijk heel weinig metingen direct aan die watervraag zijn gedaan. Dus Joachim liet wel wat pilots zien waar natuurlijk gemeten is aan de effecten op de grondwaterstand, maar er is heel weinig ook tegelijkertijd gemeten aan fluxen. Dus er zijn weinig data van beschikbaar. Er zijn ook niet heel veel modelstudies gedaan naar de extra watervraag van veenmaatregelen. En daarom gaan heel veel mensen uit van de gemiddelde waardes die uit die rapportage van Deltares komen, waar Joachim net over vertelde. Dus van die 10% extra watervraag bij onderwaterdrainage en ongeveer 40% extra bij drukdrainage. Maar wat ook al blijkt uit die studie, is dat er ook een grote range zit in die extra watervraag. En dat die ook op kaartjes ook verschillend is per gebied. Dus er zit ook veel ruimtelijke variatie in. Dus wat betreft de watervraag zijn er eigenlijk hotspots te definiëren. Er zijn gebieden waar de watervraag groter is dan in andere gebieden. Nou, tegelijkertijd is de watervraag ook niet het hele jaar door hetzelfde, maar die is vooral significant in tijden van droogte. Dus er zijn ook hot moments van de watervraag te benoemen. En om dat te begrijpen moet je eigenlijk kijken naar de verschillende componenten van de waterbalans die bepalen hoe groot die watervraag is. Alleen de studies die tot nu toe gedaan zijn, die rapporteren altijd een totale watervraag. Dus die kijken weinig naar waar die precies vandaan komt. Dus voor de inventarisatie hebben wij gekeken naar de waterbalans en de verschillende componenten. En hoe die worden beïnvloed door maatregelen. Nou, we beginnen met de waterbalans op perceelsniveau. Hier rechts zie je een schematisch plaatje van een veenperceel in de referentiesituatie, dus zonder maatregel, in de zomer. En in de zomer vindt er dan infiltratie plaats vanuit de sloot, omdat de grondwaterstand uitzakt. Dus daar heb je een drukverschil. Maar de grondwaterstand zakt toch uit, omdat de uitgaande fluxen groter zijn dan de ingaande. Dus de uitgaande fluxen die worden veroorzaakt door de gewasverdamping van het gras aan het oppervlak en wegzijging aan de onderrand van het veen. Meestal plaats je een vernattingsmaatregel in een wegdrijvingsgebied of lichte kwelgebied, omdat er anders geen probleem is met een uitzakkende grondwaterstand. Dus in de meeste gevallen is er een wegzijgingssituatie of een lichte kwelsituatie aan de onderkant. En dat zijn dus de belangrijkste uitgaande fluxen, de verdamping en de wegzijging. En vernattingsmaatregelen die kunnen ervoor zorgen dat die fluxen ook groter worden. En dat komt met name door, hoe groot dat effect is, dat hangt af van hoeveel de grondwaterstand omhoog gaat door de maatregel, door de eigenschappen van het gewas en door de bodemopbouw en bijvoorbeeld doorlatendheid van het veen. Dan wil ik even inzoomen op die verschillende componenten. Dus een van de uitgaande fluxen is de verdamping. En verdamping van gas is gemiddeld zo'n 3 mm per dag in de zomer. Maar in droge periodes heeft gas de eigenschap om zijn huidmondjes te sluiten als het gas niet genoeg water uit de grondwater kan opzuigen. En dan krijg je een minder sterke verdamping dan als het gas geen stress zal ervaren van droogte. En uit de literatuur bleek dat die verdampingsreductie 10-40% kan zijn in een droge periode in de zomer. En dat betekent dus als je door een maatregel als onderwaterdrainage of drukdrainage de grondwaterstand omhoog houdt in de zomer, in die periode, dat het gas dan ten opzichte van die referentiesituatie meer kan verdampen. Want dan krijgt hij geen droogtestress. Dus dat is al een extra watervraag door de maatregel.
Verder kan ook een maatregel als natte tilten de verdamping heel sterk beïnvloeden. Want dan heb je een heel ander gewas aan maaiveld staan. En die zal dus ook op een andere manier verdampen dan gras. Er zijn wel wetenschappelijke studies van hoeveel bijvoorbeeld listeldes en riet verdampen. Maar er zit ook een heel grote variatie in van wat eruit gemeten is. En het is niet gemeten in de toepassing als veenmaatregel. Maar wat wel blijkt uit die cijfers is dat het meer verdampt dan gras over de hele zomerperiode. En ook dat listels bijvoorbeeld niet de eigenschap hebben zoals gras om hun huidmondjes te sluiten in een droogperiode. Dus die blijft gewoon doorverdampen waar gras zou stoppen met verdampen. Dus de verwachting is dat voor natte tilten dat de verdamping ook groter zal zijn in die hot moments van de watervraag. Dus in de droge zomers. Maar daar is nog bij de toepassing voor veemaatregelen is daar nog weinig aan gemeten. Nou, naast de verdamping zorgen de maatregelen, vernattingsmaatregelen dus ook voor dat de wegzijging kan toenemen. Dat komt doordat de wegzijging wordt veroorzaakt door een drukverschil tussen de druk in het veen en het onderliggende zand. Je hebt een neergaande flux als de druk in het veen hoger is dan onderliggende zand. En als je de grondwaterstand verhoogt in de zomer, dan krijg je dus een grotere drukgradiënt. Dus dan gaat het water harder naar beneden drukken en dan krijg je een vergrote wegzijflux. En hoe groot dat effect is, dat hangt heel sterk af van de locatie. Want dat hangt helemaal af van de bodemopbouw. Dus als je bijvoorbeeld een heel dik veenpakket hebt en veen is slecht doorlatend, dan is dat minder belangrijk dan in een situatie waar het veenpakket dun is. Want dan zit er weinig weerstand tegen die verticale stroming. Dus dan bij dunne veenpakketten zal je een groter effect hebben van een grondwaterstandsverhoging op de wegzijging. En gaat er dus meer water eigenlijk lekken naar beneden toe. Ja, dus deze component van de extra watervraag is heel sterk afhankelijk van de lokale bodemopbouw en de hydrologische situatie. Dus dit is een oorzaak van een extra watervraag die echt bepaalt waar de hotspots zijn van de watervraag. Nou, wat betekent dat voor de totale watervraag bij maatregelen? Dus bij vernatting, zoals bijvoorbeeld met onderwaterdrainage, dat is geïllustreerd met het rechterplaatje, dan wordt de infiltratiecapaciteit vergroot door extra drains. Dus er gaat meer water per perceel in, daarom staat daar een plusje. Tegelijkertijd zorgt dat voor een hogere grondwaterstand, dus ook meer verdamping in die droge zomermaanden. Dus de verdamping gaat omhoog, daarom staat daar ook een plusje. En het zorgt voor een grotere druk naar beneden toe. Dus de wegzijging neemt toe. Nou, bij drukdrainage wordt de grondwaterstand nog wat verder verhoogd. Omdat de infiltratie groter is door een groter drukverschil. Dus de wegzijging die neemt toe. En er kan nog een extra stroming ontstaan doordat de grondwaterstand eigenlijk los van het slooppeil hoger wordt gezet. En daardoor krijg je ook een drukverschil tussen het perceel en de sloot. Waardoor ook water horizontaal richting de sloot gaat stromen. Dus op die manier krijg je een soort van rondpompen van water. Je perceel in en weer uit. En in principe hoeft dat geen waterverlies te veroorzaken als dat water weer in dezelfde sloot terugkomt. Maar het kost natuurlijk wel extra energie om dan je water op peil te houden. En bij een maatregel als natte tilten, als je dan nog verder de grondwaterstand verhoogt, dan krijg je dus nog grotere druk naar beneden toe. Dus een groter effect op de wegzijging. Maar ook een grotere verdamping. Dus de hele zomer door zal je meer water verliezen aan verdamping. Nou, dat waren de belangrijkste componenten van de waterbalans op perceelsniveau. Dan kan je natuurlijk ook zo'n balans opmaken op een grotere schaal, op een polderniveau of op een pijlvakniveau. En dan spelen eigenlijk dezelfde componenten een rol. Dus ook weer de verdamping en de wegzijging. Alleen de wegzijging wordt relevant als die ervoor zorgt dat extra grondwater lekt over de grenzen van je pijlvak of poldergebied.
Dus als dat water weglekt door de verhoging van de grondwaterstand naar laaggelegen polders. Daarnaast speelt dan de in- en de uitlaat van water een belangrijke rol in de waterbalans. En dus ook de peilstrategieën die worden toegepast. Dus, mogelijke maatregelen zijn dynamisch en flexibel peilbeheer. Nou, bij flexibel peilbeheer wordt er een tolerantie aan het peilniveau gegeven. Dus die mag wat meer uitzakken en wat meer stijgen dan het vastgestelde peil. En dat werkt waterbesparend, omdat je eigenlijk het moment van extra inlaat aan het uitstellen bent. Het zorgt ook voor extra waterbuffering. Dus je houdt wat langer regenwater vast bij neerslagoverschot. Maar als je bijvoorbeeld dynamisch gaat sturen, dan hangt het heel erg af van waarop je gaat sturen. Of dat extra water kost of water bespaart. Want als je gaat sturen door in de zomer extra water in te laten om dan een peil omhoog te zetten. En het is al een droge periode, dan kost dat op dat moment extra water. Dus dat hangt heel erg af van de strategie die wordt toegepast. Nou, verder spelen ook de bodemeigenschappen een belangrijke rol bij die waterbalanscomponenten. Want de bodemdoorlatendheid in de verticale en horizontale richting, die bepalen hoe groot die stromen zijn en wat de effect is van veranderingen in drukverschillen. Die bepalen ook hoe goed water omhoog kan worden gezogen naar de planten toe en naar het gras. Maar maatregelen kunnen ook een effect hebben op de structuur. Zo kan je bijvoorbeeld, als het heel nat blijft, heb je een groter risico op verdichting van de bodem, waardoor de infiltratie naar beneden gaat. Ook kan de bodem verweken, de veenbodem. Dat is bijvoorbeeld gezien bij zegveld, bij een listelde veld, dat daar de structuur van het veen ook best wel verloren gaat. En het is nog niet helemaal bekend wat dan de effecten daarvan zijn op bijvoorbeeld de doorlatendheid. Het kan zijn dat de doorlatendheid verhoogt en dat je daardoor dus ook grotere horizontale stromingen krijgt. Verder kunnen er preferente stroombanen ontstaan, bijvoorbeeld rondom drains. Maar ook als het veen uitdroogt, dan krijg je scheuren. En die scheuren die beïnvloeden ook in hoeverre je dat veen weer nat kan houden. Of dat het water dat je toebrengt, dat voornamelijk in die scheuren komt. En veen kan hydrofoob worden, waardoor het niet meer goed water opneemt. En het water dat je toevoert dus ook ergens anders naartoe gaat. En bijvoorbeeld de berging die je verwacht van de bodem, dat die niet beschikbaar is doordat het hydrofoob is geworden. Nou, dat met betrekking tot de extra watervraag. Dus dat waren de belangrijkste componenten die ervoor zorgen dat er een extra watervraag is bij maatregelen. We hebben ook gekeken naar de factoren waar je rekening mee moet houden bij het waterbeheer. Als er bijvoorbeeld zo'n extra watervraag is door een maatregel, dan moet je gaan kijken hoe je die watervraag gaat realiseren. Dus kan dat bijvoorbeeld door een deel extra water vasthouden in je gebied, in tijden van neerslagoverschot. Of moet je juist extra water gaan inlaten op het moment dat je het nodig hebt. En als je dan extra water gaat inlaten, vooral in die hot moments, dus droge maanden, wat is dan het effect op andere sectoren? Want er zijn ook andere functies in een gebied die water nodig hebben. En juist in zo'n droge periode, dan gaat dat misschien met elkaar knellen. Dus dan moet je eigenlijk ook verder kijken dan alleen je veenmaatregel. En verder, als je water gaat aanvoeren, dan is ook de kwaliteit van het water natuurlijk belangrijk. Nou, en dan is het gebied specifiek wat de effecten zijn op de inrichting van het systeem. Is je watersysteem geschikt om water aan te voeren naar die gebieden waar de vernattingsmaatregelen liggen? Of moet daar iets in worden aangepast? En een heel belangrijk aspect is ook dat door vernattingsmaatregelen de berging, beschikbare berging kleiner wordt voor piekbuien. En dat je dus ook een grotere last kan krijgen van bijvoorbeeld hele grote zomerbuien. En daar is ook nog weinig over bekend. Dus er zijn weinig studies naar gedaan. In principe zou dat met een model vrij makkelijk te analyseren zijn om te bekijken wat de effecten zijn op de afvoercapaciteit binnen een bepaald gebied. Nou,
Andere vraag zijn er nog technische dingen die aangepast moeten worden? Zorgt de maatregel voor extra onderhoud? En wat is het effect van de vernatting op bijvoorbeeld stabiliteit van dijken en oevers? Want als je echt extreem vernat, dan gaan oevers ook verweken. En dan worden die kwetsbaarder voor oeverafkalving. Nou, dan de belangrijkste factoren. Of, dit waren dus de inventarisatie van de factoren die we hebben gedaan. En vervolgens hebben we binnen de rapportage hebben we gekeken per maatregelengroep wat dan de belangrijkste factoren zijn die haalbaarheid beïnvloeden. En bij de waterinfiltratiemaatregelen is dat vooral dat je dus een extra watervraag hebt door extra verdamping in die tijden van droogte. Dus een extra wegzijging door een verhoging van de druk in het veen. De bergingscapaciteit vermindert doordat het natter wordt gehouden. Dus er is minder capaciteit om piekbuien op te vangen. Bij drukdrainage staat de grondwaterstand hoger dan de slootpeil. Dus dan krijg je ook horizontaal lekken richting de sloot. Je moet erover nadenken of je het extra water kunt realiseren via het vasthouden van extra water. Of dat je echt extra water actief moet gaan inlaten. Wat is dan de kwaliteit van dat extra inlaatwater? Is je gebied geschikt om dat water goed aan te voeren naar de plekken waar je het wil hebben? En wat is het effect van de extra watervraag op andere sectoren in het gebied? Met name in die droge periodes. Bij natte tilten zijn het eigenlijk dezelfde factoren. Maar daar is nog ook veel onduidelijk over hoeveel de verdamping toeneemt bij de natte tilten. En er wordt vaak bijvoorbeeld een suggestie gedaan van nou, de extra watervraag die bij een natte tilt kan je opvangen door extra water vast te houden. Dus een extra berging, omdat je bijvoorbeeld bepaalde fluctuaties kan hebben in waterpeil. Maar dan is ook de vraag van hoe ga je die extra waterberging realiseren? Hoe ga je dat gebiedje afsluiten, hoeveel effect heeft dat op de omgeving. Dus of dat ook praktisch haalbaar is om op die manier de watervraag op te vangen. Nou, dus het effect van dat extreme vernatten op de bodemstructuur. Dus de bodem kan gaan verweken. En dat is nog niet goed in beeld wat dat betekent voor de tilt over langere jaren. En voor de bodemeigenschappen zoals de doorlatendheid. Oevers die kunnen gaan verweken. Je kunt een versnelde afstroming hebben van nutriënten. En je krijgt een versnippering in je gebied van peilvakken. Waarbij je natte tilt dus een invloed kan hebben op de omliggende op de omgeving. Nou, dan kom ik bij de conclusies van onze haalbaarheidsstudie. De verschillende waterbalanscomponenten die de extra watervraag veroorzaken, die zorgen dus voor dat er hot moments en hot spots zijn in de extra watervraag. Dus die verschilt per gebied en door het jaar heen. Dat betekent dat de extra watervraag gebiedsspecifiek is, dus ook zo moet worden geanalyseerd. En dat die het grootste is in periodes van droogte. Nou, hij is vaak nog niet gebiedsspecifiek in beeld, dus er wordt heel veel gebruik gemaakt van gemiddelde waardes. Zijn er eigenlijk meer metingen en modelstudies nodig die ook specifiek kijken naar die verschillende componenten. Want als je die componenten kan uitsplitsen, dan kan je ook die conclusies van zo'n studie generaliseren naar andere gebieden. En anders dan weet je eigenlijk niet meer wat nou precies wordt veroorzaakt door die specifieke eigenschappen in dat gebied en wat je ook als conclusie op een ander gebied kan plakken. Nou, wat nog niet goed in beeld is, is de extra verdamping van natte tilten en het effect van lang vernatten op de bodemstructuur. En als je dan een maatregel gaat uitrollen, dan is dus ook van belang van wat voor peilstrategie ga je daarbij hanteren om die extra watervraag op te vangen. Of hoe ga je die extra watervraag realiseren en wat is het effect daarvan op andere sectoren. Hoe kan je best het gebied inrichten? En ook met name, wat zijn de effecten op de afvoercapaciteit? Dus hoe goed kan je nog piekbuien opvangen? En hoeveel, als je dan de extra watervraag wilt realiseren via het vasthouden van water, is dat dan ook praktisch mogelijk bij bijvoorbeeld natte tilten?
Nou, dat, daarmee ben ik bij het eind gekomen van deze presentatie. Dat waren de belangrijkste conclusies. Dankjewel, Frauke. Ontzettend informatierijke presentatie. En er wordt ook druk in de chat al vragen gesteld en vragen beantwoord. Het lijkt op dat het meeste nu beantwoord is. Maar zijn er mensen die naar aanleiding van de presentatie van Joachim of Frauke een vraag hebben die nog niet beantwoord is? Misschien een Frank. Vraagt of Frank Lensink van het Veenweide Innovatiecentrum, speelt oppervlakte afvoer van water geen rol? Je bedoelt oppervlakkige afvoer, neem ik aan. Wat bedoel je precies? Ja, oppervlakte afvoer. Volgens mij wordt er heel veel water via greppels en überhaupt afspoeling van het perceel afgevoerd naar de percelen. En daar hoor ik eigenlijk niks over. Frauke, is het eigenlijk een van de onderdelen van de waterbalans, hè? Vraag je nu naar. Ja, ik heb nu vooral gefocust op de waterbalans in de droge periodes. Dus in de periode waarop de watervraag het grootst is. Maar in de winter heb je inderdaad, of bij een groot neerslagoverschot, zal je ook oppervlakkige afstromingen hebben als het grondwaterpeil heel hoog staat. Want dan is er geen ruimte meer in de bodem. Dus dan wordt het water snel afgevoerd. En dan krijg je inderdaad als het bij een grotere vernatting, dat er dus sneller piekbuien op het oppervlaktewater terechtkomen. En dan moet je dus ook rekening gaan houden met wat het effect is op je afvoercapaciteit. En of je daar misschien natschade mee krijgt. Ik zag ook nog een vraag voorbij komen van Mark Kramer. Volgens mij is die nog niet beantwoord. Over de recente studie die door Deltaris is uitgevoerd in het kader van het Delta-programma Zoet Water. Daar is gekeken naar de watervraag in relatie tot op landelijke schaal. Hè. Kan je daar iets over zeggen, Joachim? Ik weet dat jij de studie niet hebt uitgevoerd, maar misschien dat je er toch iets over kan vertellen. Ja, ik vermoed eigenlijk dat Mark het beter kent dan ik zelf. Ik heb natuurlijk al even het rapport er ook bijgepakt. En ik zie dat inderdaad daar een combinatie wordt gemaakt met ook het verhogen van het oppervlaktewaterpeil. Extra effect te krijgen. En er zijn ook wat andere keuzes gemaakt in de scenario's en in... waar leg je die onderwaterdrainage? En het is ook een rapport dat over een net wat groter gebied gaat. De studie die we in 2018 hebben gedaan. Ik heb niet in detail gekeken naar eventuele verschillen en het proberen te verklaren daarvan tussen beide studies. Dus misschien is dat nog wel eens goed om te doen. Dat is nog niet gebeurd. Nou, misschien is dan de vraag ook even aan Mark. Mark, zou jij er iets over die studie kunnen vertellen? Het is misschien wel handig, goed om te weten ook dat die studie bestaat en wat daar de belangrijkste conclusies van zijn. Mag ik alles vragen? Ja, ik wil een poging doen. Ik ken niet alle ins en outs. Maar goed, er is in ieder geval gekeken inderdaad op nationale schaal wat die toename van de watervraag voor de nationale zoetwatervoorziening betekent. En ook of het voorkeursmaatregelenpakket, zoals dat binnen dat programma Zoetwater geformuleerd is, of dat voldoet om die extra watervraag, om daarin te kunnen voorzien. Zoals ook uit de presentatie van Joachim bleek, je ziet in ieder geval bij die toepassing van onderwaterdrainage of eigenlijk vernattingsmaatregelen in het algemeen, die watervraag toeneemt. En uit de recente studie blijkt dat eigenlijk voor West-Nederland, waar een aantal aanvoerroutes van zoet water aanwezig zijn, en ook in de komende fase van het Delta-programma, de periode 2022-2028, worden nog een aanvoerroute bijvoorbeeld door de Krimpenerwaard aangelegd. En daarmee blijkt die extra watervraag wel opgevangen te kunnen worden. Die alternatieve aanvoerroutes moeten dan wel vaker ingezet worden, maar in principe is de capaciteit voldoende. Uit de recente studie blijkt wel dat met name in het IJsselmeergebied dat daar de watervraag toeneemt en daardoor ook wel de knelpunten toenemen. En uit mijn hoofd volgens mij in de huidige situatie, of voor 2050 dan, wordt een eens in de 50 jaar een watertekort berekend zonder die onderwaterdrainage. En met onderwaterdrainage zouden die knelpunten tot 1 keer in de 5 jaar kunnen gaan toenemen. Zo, ja. Dus daar ligt wel een fors grotere opgave.
Ja, volgens mij is dat even in een paar zinnen. Dankjewel. Ja. Wat er eruit volgt. We zullen in de terugkoppeling ook even de link naar dat rapport meesturen. Want ik denk dat dat een mooie aanvulling is op hetgeen. Die is net recent uitgekomen in maart, april, meen ik. Dus je zit niet in de inventarisatie van Acacia Water, maar denk ik wel een mooie aanvulling. Dank Mark. Tim, jij hebt ook een vraag. Ja, klopt. Bedankt voor jullie presentaties. Erg inzichtelijk en leerzaam. Over de nog openstaande vragen van de verdamping van natte teelt. Dat begrijp ik, dat de gewasverdamping nog niet gemeten is. Maar de verdamping van open water is toch wel bekend? Of zit daar ook nog een vraagteken in? Nee, die is wel bekend. Dat klopt. Dus je hebt vaak dat de verdamping van gewassen wordt bepaald aan de hand van de makkingverdamping. Dus dan wordt er een bepaalde factor keer de makkingverdamping gedaan. Of internationaal heb je dan andere referentieverdamping. En dan blijken die factoren voor moerasvegetaties vaak hoger dan voor gas. En uiteindelijk is die verdamping over het algemeen iets lager dan openwaterverdamping. Maar ook wel eens groter dan openwaterverdamping. Dus dat varieert heel erg in die studies. Die echt de verdamping hebben gemeten van listel, dus en riet bijvoorbeeld. Ja, in het rapport staat ook een staatje met een aantal teelten en die verdamping. Ja, het heeft ook veel te maken met hoe een veld bijvoorbeeld is ingericht. Als je een dunne strook van listholders zou hebben, dan heb je eigenlijk continu een aanvoer van droge lucht. En dan heb je heel veel turbulentie, op die, dus dan heb je veel randeffecten. Dan is de verdamping veel hoger per vierkante meter dan als je een heel groot veld zou hebben. Dus daar heeft het ook vaak mee te maken dat die studies heel grote variaties laten zien. Dankjewel. Debbie van Rotterdam stelt een aantal vragen over de afkalving en het beheer en onderhoud van sloten. De afkalving was meer een opmerking. Maar de beheer en onderhoud, of je daarnaar gekeken hebt, was een vraag inderdaad. Want het heeft natuurlijk, als je je water, als je onder water drainage gaat aanpassen, toepassen, dan gaat het inderdaad effect hebben op hoe je perceel kunt onderhouden, maar ook op hoe je beheer en onderhoud van je sloot en slootranden moet inrichten. Ja, we hebben benoemd als belangrijke factor waar rekening mee moet worden gehouden. En we hebben ook met jou gesproken natuurlijk daarover. En we hebben verwezen naar jullie rapportage daarover. En dat is denk ik best om dan in jullie onderzoek te kijken van wat dan het beste beheer is. Of wat het betekent voor de oevers. Ja, dat is misschien sowieso wel goed om te zeggen. Deze haalbaarheidsstudies hebben heel erg gekeken. Zijn inventarisatie, wat is de stand van zaken met betrekking tot kennis? Er is niet nieuwe onkennis ontwikkeld. Er zijn ook geen suggesties, in zoverre geen suggesties aangedragen op hoe je bepaalde knelpunten zou moeten oplossen. En dat misschien dan ook richting afronding. Het idee is dat de conclusies van, wat we hebben gedaan, is dat de conclusies van de haalbaarheidsstudies als pakketje hebben die teruggegeven aan de klimaattafel en aan het programmateam Veenweide van het Klimaatakkoord. De idee is dat dat opgepakt wordt. Of een aantal belangrijke vragen ook al reeds opgepakt wordt. Hè. De Veenweide Sloot voor de Toekomst is natuurlijk een project wat daar voor een deel invulling aan geeft. Maar ook uiteindelijk wordt er een innovatieprogramma. De bedoeling is dat er in de loop van dit jaar een innovatieprogramma voor het Veenweide gebied met een aantal pilots wordt opgezet. Die dus vooral naar dit soort haalbaarheidsaspecten kijkt in de volle breedte. Dus vandaag gaat het over waterkwantiteit, waterbeheer, maar uiteindelijk gaat het over de volle breedte. Er is ook heel veel gesproken over waterkwaliteit vandaag in de chat, maar die komt volgende keer aan de orde. Ontzettend bedankt allemaal voor jullie tijd en aandacht. En Swaan, zou jij voor mij de laatste slide even willen delen? Want ik heb nog een paar praktische mededelingen, maar vooral een uitnodiging. 2 juni, dus volgende week alweer, vindt het volgende webinar plaats in het kader van de haalbaarheidsstudies over biodiversiteit, bodem en waterkwaliteit. Nou, al die mensen die daarin geïnteresseerd zijn, en het zijn er heel veel, zag ik al, meld je aan
En kom daar vooral naartoe. Louis Bolk Instituut heeft daar de inventarisatiefonds uitgevoerd. En die zal daar uitgebreid op ingaan. Dan organiseren wij op 9 juni, ik maak even een klein sprongetje, de laatste van de serie van 4 webinars in het kader van de haalbaarheidsstudies. Namelijk over governance en specifiek over het pijlbesluit als instrument om... als instrument daarin. Die studies zijn uitgevoerd door Peter de Putter van Ster Consulting en Simon Troost van het Zalland Advies. Dat is op 9 juni. En op 7 juni tussendoor organiseren wij ook nog een deelexpeditie broeikasgassen Veenweide. Dat gaat veel meer weer over het NOBV. En specifiek hebben we het daar dan over, ik moet heel even schakelen. De Universiteit Utrecht is een van de onderzoeksinstituten die erbij betrokken is. En die zal dan specifiek ingaan op op bodemprocessen en het mechanistisch begrip in de bodem. Om dat beter in de vingers te krijgen om te kunnen voorspellen en ook te kunnen duiden waar broeikasgasemissies nou uit de veenweidebodems vandaan komen. En hoe je daar dus op in kan grijpen. Kijk, ik spreek heel even in mijn... dan rest mij aanmelden via www.stoa.nl of via www.nobvveenweide.nl. Je kunt ook een mailtje naar ons sturen, het infoadres of naar een van de teamleden, Erik Jansen. Je kan mij mailen. Dus altijd welkom. En dan rest mij jullie nogmaals, de sprekers, maar ook de aanwezigen, ontzettend te bedanken voor jullie actieve input. Altijd leuk om te zien hoeveel mensen daar actief mee bezig zijn. En hopelijk tot een van de volgende bijeenkomsten.